The English team arrived last Friday in South Africa. Best two of three scores count. The English struggle on day one. Wales and Scotland, a level par. They played Stellenbosch on Thursday, as did the Irish. England played the Zalza Golf Club. Canada lead the way at 5 under, 2 shots ahead of Holland and France. And the Dutch and Canadians leading the individual tournament. Will Besling and Richard Scott tied at 3 under. Scott has been the Canadian amateur champion for the past 2 seasons and played collegiately at the University of Georgia. The top British player is Llewellyn Matthews from Wales. The current Welsh amateur champion rounded 71. US amateur champion Scotsman Richie Ramsey shot 72 on day one. At the Open Championship this year, the RNA alongside the USGA announced the International Golf Federation's anti-doping policy would be in place for this year's Eisenhower Trophy. And day one saw the first victim, Nigeria's Safi Yanu Manzu, didn't submit the correct paperwork in time and was promptly disqualified. This is Nigeria's debut in the competition. Their other two competitors finished a combined 54 over par and sadly in last place. Eisenhower Trophy played out last week. Holland were the champions. England and Scotland tied for sixth. Dutchman Will Besling won the individual title, I should say. Oliver Fisher, the highest Brit. The time is Roxana Stephen Dree. Tim Sluiter, Joost Luiter, NHL. Dat 4 dagen ook deze gespeeld. Elke dag tellen de beste 2 scores. En die worden bij elkaar opgeteld. En nu zijn we ook wel wereldkampioen. Ja, precies. Gewoon wereldkampioen. Maar hoe groot moeten we dat succes nou inschatten? Erg groot. Dus, we hebben geschiedenis geschreven. Nederland is nog nooit eerst geworden. Dus het is echt fantastisch. Ja, en waar hebben jullie dat aan te danken? Hebben jullie hier ontzettend naartoe geleefd en waren jullie in de vorm van je leven? Dat ook. Ik heb natuurlijk heel goed gespeeld. Die andere jongens ook, hebben het echt met z'n drieën gedaan. De coach Christophe van dezelfde, Gordon Michiel, de captain, Jeroen Stevens als de topsportcoördinator van de NGF. Hebben we gewoon een super team gevormd slag voor slag gespeeld. Dat was echt de key. Dus die droom je natuurlijk van om wereldkampioen te worden. Maar we zijn het echt geworden, dus het is fantastisch. En hoe snel die wedstrijd precies verlopen? Want jullie lagen weliswaar heel goed, derde, maar hoe ben je uiteindelijk gekomen naar de eerste plaats? Nou ja, Joost Luiten die heeft een fantastische laatste 5 holes eigenlijk gespeeld. Waardoor we eigenlijk aan de leiding kwamen en ik mijn spelletje kon blijven spelen. Niet te veel gekke dingen hoeven te doen om te winnen. En gewoon mijn spel uit te spelen. En dat is dus helemaal gelukt. Dus fantastisch om zo te eindigen. Ja, je zei al Nederland nooit... Het is een droom die waakt. Ja, precies, een droom. Hè? Nederland is nooit verder gekomen dan die 8e plaats. Ja. Er waren een paar hele goede lichtingen in 92 en ook in 94 met Lafebvre en Derksen. Toen Holland nog uit 4 spelers bestond. Maar wat zegt nou deze wereldtitel? Ja. Betekent dat nou dat jullie alle drie, dat jullie gaan terugzien straks in de Europese Tour en misschien wel meer? Dat is zeker de bedoeling. Ik denk dat we alle drie het wel hebben om het talent sowieso in doorzetting te mogen om op de top te komen. En ik denk dat jullie ons zeker daar zullen zien. Daar hopen wij ook op. Daarbij trouwens, naast die teamprestatie, ben jij zelf ook nog wereldkampioen geworden? Ja, dat klopt. Ik ben 2 jaar geleden gedeeld derde geworden op de Eisenhower Trophy. Dat was ook al de beste prestatie ooit van een Nederlander. Maar nu individueel wereldkampioen en team, kan ik niet beter. En hoe is het allemaal gevierd, jouw titel en die teamtitel? Ja, we hebben al gevierd, maar we gaan nog wel even verder in het huis. Joost Luiten, Tim Sluiter en Will Besseling als Nederlands mannenteam in Stellenbosch wereldkampioen geworden bij de amateurgolfers. Nogmaals, van harte Wil. Dankjewel, Tom.